Het meest recente Holleder-proces is in volle gang. In 1983 maakt heel Nederland kennis met Willem Holleder, alias De Neus. Hij ontvoert met zijn kompane biermagnaat Freddy Heineken. Samen met handlanger Cor van Hout slaat hij op de vlucht. Via Parijs komt hij op een Frans-Nederlands eiland terecht. In deze video zie je hoe de beruchte crimineel Willem Holleder van Sint Maarten werd verjaagd. Dit verhaal begint net na de ontvoering van Heineken. Holleder en Van Hout vluchten naar Parijs. Ze verblijven in deze woning, midden in de stad. Uiteindelijk worden ze door de Franse politie gearresteerd. Philippe Freriks, destijds correspondent in Frankrijk, volgde de zaak op de voet. Dit is de Santé-gevangenis. De beroemdste gevangenis van Frankrijk, zou je wel kunnen zeggen. Ja, ze voelen zich zeer ongelukkig hier, want het is een echte oude Franse gevangenis. Ze hebben mij toen wel uitgelegd dat ze het eigenlijk schandalig vonden dat ze dan tussen de kwakkies van hun medegevangenen onder de douche moesten. Nederland doet een uitleveringsverzoek, maar dat blijkt lastiger dan gedacht. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Frankrijk stamt uit 1895. Het woord ontvoering komt er niet in voor, dus de ontvoerders kunnen daarvoor niet worden uitgeleverd. Wat wel erkend werd, om het zo maar te zeggen, was bedreiging. Maar ja, op bedreiging stond maximaal 4 jaar in Nederland. En de Nederlandse justitie die wilde dat ze echt voor ontvoering veroordeeld zouden worden of terecht zouden staan. En daarop stond 12 jaar. Dus dit was niet voldoende. Nederland gaat tijd rekken. Ze trekken het uitleveringsverzoek in. Het leidt ertoe dat Frankrijk zit opgescheept met 2 mannen die daar niks hebben gedaan. Na 2 jaar worden ze vrijgelaten uit de Santé-gevangenis. Ze worden tot ongewenst vreemdeling verklaard en krijgen huisarrest. Het tweetal zit nu in een hotel in Beauvais, 80 kilometer ten noorden van Parijs. Willem die zat hier. En Cor die zat hier. Zijn vriendin, vrouw, de zus dus van Willem Holleder, die was kort daarvoor ook aangekomen. En ja, zoals dat gaat met iemand die 2 jaar in de gevangenis heeft gezeten en verder weinig gelegenheid heeft gehad tot het een en ander. Ik kwam buitengewoon ongelegen. Ze mogen iedereen zien. Ze mogen hun familie zien, hun vrouwen zien. Ze mogen ook de journalisten zien. En het gevolg dat er vanmiddag allerlei interviews zijn afgegeven. Het enige wat ik wil zeggen, het is hoop dat ik eventueel naar Nederland kan gaan op de feiten die de Conseil d'État beslist heeft. En voor de rest, ja, is het een zaak via de advocaat. En ja, ik ben juridisch niet onderlegd, dus ik weet er verder niets van. Ik heb mijn recht gehaald. En Frankrijk heeft recht gesproken. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En ik hoop dat Holland het ook doet. Want er zijn natuurlijk wel een democratie waar recht gesproken wordt. En zo is het. Iedereen moet het naleven. En vooral de staat zelf. Want er blijven dan als die dat niet doet. Het doel is om de mannen zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. Frankrijk werkt mee en wil het verdrag rap aanpassen. Maar tot die tijd blijven de ontvoerders in huisarrest. Het is een kwestie van geduld tot het nieuwe verdrag wordt aangenomen en Nederland opnieuw een aanvraag tot uitlevering kan doen. Maar het verhaal krijgt plotseling een andere wending. De Boeing vanochtend van het Parijse vliegveld Orly richting Pointe-à-Pitre op het Franse eilandje Guadeloupe. Met aan boord Willem Holleder en Cor van Hout. De 2 Nederlanders die verdacht worden van de ontvoering van Heineken. Hier staan ze dus op de luchthaven van Orly. Daar krijgen ze dus tickets in handen. Als ze op weg gaan naar de Caribbean. De Fransen zetten Holleder en Van Hout op het vliegtuig. Maar de Nederlandse regering weet van niks. Die Fransen waren natuurlijk ook onaangenaam getroffen door het feit dat zij al enige jaren deze mensen in gevangenschap moesten houden. Op ons verzoek. En dat die uitlevering al dan maar niet plaatsvond, omdat we met die verdragstechnische problemen zaten. Guadeloupe is niet het einde van de reis. Volgens de begeleidende politiemannen gaan de mannen door naar het Franse gedeelte van het Frans-Nederlandse eilandje Sint Maarten. Volgens mij hadden ze het in het begin niet helemaal in de gaten wat er gaande was. Ook al omdat er op Sint Maarten, ja, ik ken de situatie daar niet precies, maar die grens, dat is nogal, dat is nogal vaag. Dus voordat je het weet zit je in Nederland. En loopt er een veldwachter rond die zegt, heren, wilt u even meekomen? Het enige echte vliegveld op Sint Maarten ligt op het Nederlands-Antilliaanse deel.
Daar mogen de Fransen dus ook gebruik van maken. Die hebben daar dan een vrijgeleide. En dan zitten ze hier in dat vliegtuig. In dat vliegtuig kwamen ze er dus achter. Toevallig sprak Cor toen hij naar het toilet ging met een man. En dat bleek dus een Nederlander ook te zijn. Die zegt, oh, die luchthaven, dat is Juliana. En Ivan Hout die schrok zich natuurlijk een hoedje. En die vertelde dat tegen Willem. Dat het vliegveld op het Nederlandse deel lag. Ik zag dus al voor me dat er een vliegtuig met Franse politiemensen en deze twee verdachten op dat Prinses Juliana Airport zou landen. Als de verdachten op Nederlands grondgebied opgepakt worden, kunnen ze worden vervolgd voor de strafbare feiten die ze hebben gepleegd, in dit geval ontvoering. Ze kunnen dan de volledige straf krijgen die geëist wordt. Toch had de minister van Justitie dat liever niet. Wij wilden per se dat de uitlevering volledig volgens de regels zou plaatsvinden. En niet dat zij tegen hun zin op Nederlands Antilliaans grondgebied terecht zouden komen. Omdat wij ons van bewust waren dat de Nederlandse rechter zou zeggen, dit is niet volgens de regels, dus het Openbaar Ministerie is niet ontvankelijk. Of iets dergelijks waardoor deze mensen hun gerechte straf zouden ontlopen. En dat was natuurlijk het allerlaatste waar wij op uit waren. De minister waarschuwt de autoriteiten en zorgt dat de mannen niet opgepakt worden bij aankomst. De Franse eilandbewoners zijn niet blij met de komst van de heren. Dat pikken we niet, dat Frankrijk hier zijn criminelen. We zijn geen vuilnisbak van Frankrijk. En dus de bevolking kwam in opstand. De mensen op het Franse deel van Sint Maarten dreigden de twee ontvoerders over de grens naar Nederlands gebied te zetten om daarmee hun arrestatie uit te lokken. Ze hebben onder menige palmboom gelegen. Het was daar natuurlijk wel aangenaam verblijven. Maar ja, ondertussen hing natuurlijk nog wel een gevangenisstraf boven hun hoofd. Dus zo ontspannen was het ook weer niet. Op het moment van de demonstraties op Sint Maarten zaten de twee ontvoerders vlakbij in dit hotel. Maar uiteindelijk moesten ze echt vluchten. Die hoteldirecteur die had een gewaarschuwd niet meer naar buiten te gaan. Uiteindelijk zijn ze met een legerhelikopter naar het internationale vliegveld gebracht. En zijn ze overgebracht naar Parijs. Na een dolle reis van 5 dagen was het tweetal terug in Parijs, waar ze angstvallig voor de camera's verborgen bleven. Eenmaal terug in Parijs zitten ze nog een aantal weken in een hotel. Totdat Nederland op basis van het nieuwe verdrag om uitlevering vraagt. De mannen moeten het afwachten in de gevangenis. Dit is de gevangenis van Fleury Mérogis. Heel bekend in Frankrijk, ook wel een beetje berucht. He, want het is een moderne gevangenis, maar ook heel inhumaan, zegt men. Je hoort vaak over zelfmoorden. Enfin, het is een hele nare plek. Die gevangenis, als ik die verhalen zou horen, is dat geen pretje geweest. Dat is afschuwelijk geweest. Uiteindelijk gingen ze ook liever naar Nederland. Ze wilden eigenlijk dan ook maar er vanaf zijn. De omstandigheden in de gevangenis staan de ontvoerders zo tegen dat ze meewerken aan hun uitlevering. Op 31 oktober 1986 landen ze in Rotterdam. Nu zijn ze dus eindelijk uitgeleverd. Nederland kon zich natuurlijk niet permitteren om die jongens, nou ja, bij wijze van spreken, met een paar maanden of een paar jaar gevangenisstraf verder naar huis te sturen. De maatschappelijke onrust was zo groot geweest. Er moest echt iets gebeuren. Ze moesten echt voor het gerecht verschijnen. Beiden krijgen een straf van 12 jaar voor ontvoering. Hun vlucht was voor niets geweest. Wil je meer zien, weten en ervaren? Ga dan naar nporkennis.nl.